Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En iedere keer vertel ik jullie dat je met je Q-Time zoveel verschillende dingen kan doen. Dus waarom zou je niet je eigen bedrijfje starten en de lekkerste popcorn van Suriname maken? Nou, dat kan en is ook gebeurd, want Jason Ten Asang van Sweet Ten is vandaag bij mij in de studio en hij gaat me daar alles over vertellen. What made is a little Q-Time? Hi Jason. Hi Elena. Hoe gaat het met je? Goed, met jou? Ik doe mijn best. Mooi. Je hebt je eigen homemade popcorn bedrijfje opgezet. Ja, klopt. Ja, tell me everything about it. Zo, ik ga beginnen bij het begin. Dat is het beste. Om eerlijk te zijn, mijn moeder heeft het gestart. Mijn moeder is gewoon, ze bakt, is haar hobby, ze houdt ervan. Ze bakt al jaren. En als je dan een zondag voorstelt, als je een zondag opstaat, dan ruik je al een koek, een chocolate cake. Dus zo is het begonnen. Mm. Mijn moeder had dan COVID starten. Als ik het goed heb, is het februari ergens. Een paar jaar geleden, ja. Mm-hmm. En was je verplicht thuis te blijven. Mm-hmm. Dus dan dacht ik van, nou, een beetje creatief zijn met wat ik heb. Ze is dan op YouTube gegaan, gaan checken Google. Mijn moeder houdt van researches. Mm-hmm. Ze heeft dat alles gedaan. Ik dacht, nou maar popcorn maken. Dus ze is begonnen met popcorn. Ze heeft het geprobeerd. Het is direct goed gegaan, want ze is gewoon een keukenprinses. Nee, ik kan het echt bevestigen. Dus het is direct goed gegaan. Ze begonnen te maken. En dan zijn we begonnen met de familie. Dus jaar 1 zijn we begonnen met de familie. We maakten dan gewoon thuis, draaien mooi, alles. Mm. Leverde voor familie en dan kregen we dan goede feedback. Mm-hmm. Van daaruit hebben we dan een foodhandlersvergunning aangevraagd. Mm-hmm. Dus jullie hebben het eigenlijk gewoon direct professioneel aangepakt? Ja, dus direct. We hebben eerst getest met de familie. Dus, en daarna hebben we dan een foodhandlersvergunning aangevraagd. En ook KKF. Dus alles hebben we direct geregeld om problemen te voorkomen. Dus we begonnen te leveren, we posten op Facebook, mensen kwamen halen, dus we kregen alleen goede feedback. We zijn begonnen met karamel. Vandaaruit zijn we gegaan naar salted karamel en daarna naar Cinnapop, dus 3 smaken. Mm-hmm. We hebben het gehouden uiteindelijk op karamel en salted karamel, omdat dat echt is wat de mensen willen. Mm-hmm. Dus karamel is gewoon basic, dat vinden ze gewoon heerlijk. En salted caramel geeft dat die extra sport, toch? Zout. Beetje meer smaak, zou ik zeggen. Dus daar is het begonnen. Mijn moeder maakte het alleen eerst. Ik zorgde voor die bestellingen. Dus zodra er een bestelling binnenkwam, zei ik... Maar direct beginnen, we moeten maken. We moeten bakken. Geen rust, toch? Verlof kan je later indienen, je moet nu bezig zijn. Dus ze werkte maar. Dus op een gegeven moment zei ze van... Geef me alleen maar werk, dus je gaat het zelf moeten leren. Mm-hmm. Dus dan, ik heb het verplicht moeten leren. Mm-hmm. Want ik voelde me een beetje comfortabel, je weet toch? Koning, ik was... De PR-person. Precies, ik was aan het delegeren. Dus ik moest het dan zelf leren. Mijn moeder is dan naar het buitenland gegaan. En dan had ik een grote bestelling, ik weet nog. Het waren een aantal pakken en ik dacht van... Ik ga geen nee zeggen, toch? Alleen omdat mijn moeder op vakantie is. Dus ik dacht van, ik ga het nemen. En dan kijk ik wel wat er gebeurt. Dus een week van tevoren raakte ik al in paniek, want mijn moeder was al weg. Dus ze moest alles klaarzetten van, precies, zo. Zo, dan moet je 3 seconden wachten. Dus echt stippelijk. Dus ik dacht van, het gaat wel lukken. Dus ik begon. Ik moest het de volgende dag leveren. 2 dagen daarna. Dus het hele proces is uiteindelijk, je hebt alles, het hele stappenplan van je moeder gevolgd. Ja, dus ik heb het gevolgd. Ik zal niet zeggen dat ik het heb onthouden, ik heb het gevolgd. Maar ik moest het dan 2 dagen daarna, had ik een bestelling. Daarvoor had ik een bestelling. Ik moest dat maken. En mijn moeder was toen uitlandig. Mm-hmm. Dus ik begon en ik zag dat het al een beetje misging. Dus ik begon te videocallen. Gelukkig hadden we internet digitaal. Ja, echt. Dus ik begon te videocallen. Maar hoe ging het mis? Want waar ging het mis? Dus hij zei, ik heb het gevolgd, maar ik weet niet als ik het heb onthouden. Dus ik geef je maar een voorbeeld. Ik moest eerst bijvoorbeeld suiker zetten. Maar dan zette ik zout in plaats van suiker. Dus dat soort dingen gebeurden. Toch, you learn as you go.
Dus, ja, Ja, nee, ik... dus, mijn moeder, ik videocallde er. En dan legde ze me uit. Het ging in het begin iets beter, maar nog niet helemaal. Dus ik heb zeker 4 keer moeten proberen. 4 field batches, zou ik zeggen. Mm-hmm. Batches zijn, hoe zeg je dat? We maken het in een folie. Mm-hmm. Dus AA5, mm-hmm. AA3, sorry. Mm-hmm. En dan zet je popcorn in. Dat noem ik een batch. Ja, okay. Dus okay. Straks komen we daarop terug. Batches. Yes. Okay, ja, maar okay. De batches, 4 field batches. Maar uiteindelijk is het gelukt. Is het gelukt? Dus ik heb mijn popcorn geleverd. En de hele avond, toevallig moest ik ook op dat feestje zijn. Yeah. Dus toen ze popcorn uitdeelde, was ik in iedereen zo van, is het goed? Dus toevallig was het goed. En dan van daaruit heb ik het dan, begon ik het zelf te maken. Mm-hmm. En we zijn nu al 2 jaar verder. En ik mag zeker niet klagen. Ik heb goede momenten gehad. En ook minder goede momenten. Feedback mm-hmm. gehad om mijn popcorn smaak te verbeteren. Mm-hmm. Sommige mensen zeggen er te veel suikers, te weinig suiker erin. Mm-hmm. Dus dat moet dan precies. Mm-hmm. Ik weet nog, toevallig heb ik dit onthouden. Mei, vorige, straks een jaar. Je hebt een datum onthouden? Ja, ik heb een datum. Niet van een voetballer? Nee. Ik heb een datum onthouden. Sowieso hiervan, moet wel. Ja. Ik heb, het is al 2 jaar geleden dat ik begonnen ben bij DA. DA is mijn eerste afnemer geweest, wat de lokale markt betreft. Is DA mijn eerste afnemer geweest. Ze hebben me vanaf het begin tot nu toe ondersteund. Altijd ook gewoon feedback gegeven van, hey, liever zoveel pakken. Mm-hmm. Dus ik ben DA sowieso dankbaar voor hun support. En daarna begon ik mei vorig jaar, dat is al een jaar geleden, mm-hmm. precies. Dat ik voor Choi heb geleverd, Choi Noord. Ik ben begonnen bij Choi. Daarna ben ik naar Choi Noord gegaan, daar is ook goed gegaan. Choi Zuid, vanuit Choi Noord ga je naar Choi Zuid. Van daaruit heb ik een telefoontje gehad van GoTo. Ik zou zeggen Toertonnen, maar het is Anamoestraat. Mm-hmm. Toch verlengde Toertonnen lang. Ja, je moet het wel correct zeggen. Dus zij hebben me ook gebeld. Dus het balletje is echt gaan rollen. Ja, dus ik mag niet klagen. Ook gewoon van vrienden. Die me hebben gewoon ideetjes hebben gegeven. Ik probeer Choi en Tulp. En het is gewoon, ik ben gewoon, als ik het moet vertellen hoe Choi is. Toevallig kende ik iemand van DA, ze hebben me geholpen. Choi ben ik gewoon naar binnen gegaan van, met 2 pakken. Ik heb popcorn en ik wil verkopen. En het is gegaan. Ze hebben me een kans gegeven, dus ook dankbaar daarvoor. En nu gaat het goed, ik mag niet klagen. Nice. On to the next thing. Yes, sowieso. Ik heb het zelf ook al gegeten. En ik ben echt die karamel, salted caramel, is my favorite. Maar als iemand nu zou kijken, ze hebben dit nog nooit geproefd of zo. Hoe zou jij de smaak van jouw sweeten popcorn beschrijven? Like, sell me your product. Of nee, de persoon die kijkt. Ja, nee, kijk. Als ik eerlijk moet zijn, ga je gewoon, het is niet om, hoe zeg je dat? Ik dat is vertel gewoon over mijn product. Dat is wat het is. Ik had hiervoor geen caramel popcorn. Mm-hmm. En nu eet ik het wel. Mm-hmm. Ik vind het is crunchy. Dat is de bedoeling ook, hoewel dat het crunchy is. En het is gewoon, het is een verslavende smaak. Je gaat maar door. Het is goed. Het is misschien... Het is goed voor jou dus. Precies. Dat zou ik zeggen. Maar... het is ook goed voor de klant. Het is gewoon een verslavende smaak. Het is heerlijk. Het is crunchy. Het kan ook chewy zijn. Het is lekker zoet ook. Maar soms, die salt caramel is een mix. Gewoon dat halen die handel. Ja, echt. Het is gewoon, als je het nog nooit hebt gegeten, echt, je moet het echt proberen. Oké. Okay. Ik kan het alleen maar beamen, because it's a very good product. Je zegt, je bent nog on to the next. Wat is de next dan? Zou je ons de next al kunnen vertellen? Oké, maar volgende stap is een nieuwe verpakking. Mm-hmm. Ik wil gaan naar een... Nu is mijn verpakking transparant. Correct. Toch? Ja, dus ik wil gaan naar een nieuwe verpakking. Helemaal mm-hmm. dicht. Dubbel gesield zoals deze. Mm-hmm. En gewoon met al onze... Ja, precies. Ja, met al onze... Informatie, ne? Precies, dus mijn label, nu gaat hier
alles gaat dicht zijn. Nee, maar het moet over element van verrassing, element of surprise laten, toch? Maar dus je bent bezig met een nieuwe verpakking en wat nog meer nieuwe smaken. Nieuwe smaken, ja. Dus dat wil ik wel. Dat wordt wel een verrassing. Ik hou het op karamel en zout. Karamel komt nog een extra smaak erbij. Mm-hmm. Ja, dus dat is het nu. En misschien in de nabije toekomst gaan we naar het buitenland. Hallo, nou. Mooie dingen voor sweet en popcorn. Oké, je hebt pas verteld dat het idee eigenlijk van je moeder kwam, maar je had eigenlijk geen keus, want je wilde natuurlijk je standjes doorverdienen, dus je moest het recept zelf ook leren. Het is goed gegaan. Je zit nu, als ik goed naar heb geluisterd, in 4 winkels. Of zijn het er meer? Het zijn 5 winkels, toch? Of heb ik, kan ik niet tellen? Even kijken. Choi Noord, Choi Zuid, of tellen we Choi als 1? Choi Noord, Choi Zuid, Tulip, GoTo en DA. Ja, oké, okay, we zijn in 5. Oké, okay, mooi. Als iemand nu kijkt en denkt van, hey, ik heb het gezien, ik wil chewy, crunchy, sweet en af en toe een beetje salty en ik heb morgen 5000 pakjes nodig. Hoe gaan we dat fixen? Zo, 5000 pakjes is een mooie bestelling, zeker wel. Dan kunnen ze dan via social media pagina's een berichtje sturen. Mm-hmm. Respons is heel snel. Mm-hmm. En dus het is binnen een mum van tijd. 5000? Ja, snel gedaan. Ja, ik geloof het best. Ik zou zeggen, zet je telefoon op standby. Ja, zeker. Ik kijk er naar uit. Nee. Ik vond het een gezellig gesprekje met jou. En ik vind het leuk dat je iets wat eigenlijk gewoon had kunnen blijven liggen nadat je moeder is vertrokken, hebt opgepakt en hebt gezegd, nee, ik ga gewoon lekker door en ik maak het beter. Ja, en ja, ja. We blijven gewoon doorbestaan. Zeker, zeker. Oké. Ik moet je eigenlijk al bedanken, maar ik wilde je vragen. Misschien heb je nog een tip voor andere jonge ondernemers die ook de kans kregen om van een huisreceptje, like want je moeder maakt het eerst als snack waarschijnlijk. Ja. En hebben we besloten van, hey, die potentie, we gaan het gewoon aan de man brengen. Misschien heb je ook een tip voor andere jonge ondernemers of kinderen van moeders die lekker kunnen koken of vaders die lekker kunnen koken. Ja, zeker. Kijk, het is gewoon door proberen. Want net als wat ik vertelde, ik lag achteruit. Mijn moeder deed dat, dus ik was relaxed. Ja. Maar het is gewoon, als je een talent hebt of als je iets kan doen, het gewoon door proberen, gewoon pushen. En als je er sowieso wat mee kan verdienen, is just, het gaat ja, gewoon doorgaan. Het gaat moeilijk zijn. Je hebt ook heel goede dagen. Mm-hmm. En ik denk dat aan the end of the day, end of the year, dat je gewoon met een smel terugkijkt van, hey, ik heb dat, dat is mijn brand. Je weet, mm-hmm. Je bent er trots op. Mm-hmm. Dus dat gevoel is gewoon geweldig. Nee, dan gaan we dat gevoel gewoon lekker aanhouden, toch? Zeker, zeker. Nou, Jason van Sweet Ten, ik wil je bedanken voor het komen en het delen van je verhaal. En ik wens je nog heel veel goede business toe. Laten mensen snel die 5000 pakjes bestellen en plaatsen. Ja, zeker. Naar uit. Kijk straks naar mijn telefoon. As you should. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Jason Tennessang van Sweet Ten Popcorn bij ons in de studio. Hij maakt vooralsnog nu 2 overheerlijke smaken van karamel en salted caramel popcorn. Dus als jij thuis zit en denkt, ik lust something chewy, sweet, crunchy en of soms a bit salty, dan is Sweet Ten Popcorn jouw keuze die je snel moet maken. Ze hebben een Facebookpagina. Stuur daar een berichtje als je grote bestelling wil plaatsen. Maar ze zijn ook in 5 winkels te verkrijgen. Dus als je op Noordwoord kan je naar Choice Noord gaan. Ze zijn bij GoTo aan de Annemostraat. Choice Zuid, de DA's. Ik zal zeggen, wacht niet langer. Haal jouw popcorn, want dan heb je jouw pakje bij de volgende aflevering van Q-Time. So remember, your time plus my time is Q-Time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.